Deze containers met batterijen zijn de echte vernieuwing op het Griekse eilandje Tilos. Zon en wind heb je op veel plaatsen, maar door die batterijen, met dank aan de EU, kan het hele eiland altijd groene stroom gebruiken. For the European Union, this was the first project to have from two different sources and storage also in the same system. In een van de containers kan je zien hoeveel broeikasgassen er op die manier niet uitgestoten zijn. Hier halen ze die 55% reductie nu al. Από τη στιγμή που η Τήλος καλύπτεται ενεργειακά σχεδόν 80% καλύπτει τις ανάγκες της από ανανεώσιμες πηγές, θεωρώ ότι είμαστε το έχουμε ξεπεράσει αυτό το στόχο. De boodschap van Tilos: hou het klein. Makkelijk praten natuurlijk als je maar 400 inwoners hebt. Athene heeft er bijna 4 miljoen, is een van de vervuilendste steden van de Europese Unie. You know, here in Athens, the building sector is responsible for 60% for the total greenhouse gas emissions. So for the actual owners, giving them initiatives, we're trying to, you know, pressure them, give them a pressure point in order to turn their existing building into a neutral one. Imagine what that would do to the greenhouse gas emission problem. Athene heeft nog een lange weg te gaan. Hebben ze het op Tilos natuurlijk makkelijker. Hoe kom je van Athene naar Tilos? Ja, met die boot natuurlijk. Maar elke stad, elk land in de EU zit ergens tussen Athene en Tilos in. Nou, die plannen die de Europese Commissie morgen presenteert, die gaan vooral over de kosten van de uitstoot. Wie betaalt dat? Hoeveel? En wat doe je met bedrijven van buiten de EU? Staan in 2030 overal in de EU olietrucks weg te roesten? I hope we are an example for the rest of the Europe. We hope here in Tilos.